was ik op zoek naar het eerste optreden dat Front 242 en ik samen hebben gedaan. En ik dacht dat, ik moet hier even spieken, dat de First Rhythm Box Contest was. First Belgian Rhythm Box Contest, dat was op 3 april. Maar daar was het niet. 81. En dan was het iets later Underground on Stage op 29 mei. En daar heb ik dan wel opgetreden. En Zef en zo. En dan uiteindelijk ben ik erop uitgekomen dat op 5 en 6 juni er een festival was. En dat heette de Casablanca Conspiracy. En... of Conspiration. Wow, amai, als het maar moeilijk was. En het was Casablanca Moon samen met Human Hamburger. En dat was eigenlijk de kunstschilder Werner Pans en zijn vrouw... Mia van Dil. En die organiseerde die avonden. En dat was eigenlijk een weekend. En op dat weekend heeft iedereen opgetreden. Van Etta Bru, Waving Ondulata, Jerry WX, Head and Body, K. Antilope, Polyphonic Size, Mickey Mike, Front 242, Under Two Flags, Pseudocode en Ludwig von Beieren en mezelf. Dus dat was er echt één grote familie van de elektronische alternatieve muziek. Dus 5 en 6 juni, de Casablanca Conspiration. Het was dus een buiten... Hoe noem je dat? Als iemand anders een organisatie doet in het gebouw van... Ik zou het woord niet weten. Maar hier is dat ook Live Nation. Nu niet dat wij de Live Nation waren. Maar, dus wij gebruikten gewoon de gebouwen van de Burgschapburg die zich daar... fantastisch toeleende eigenlijk, want bijvoorbeeld Club Moral van Antwerpen, Danny De Vos is dat en zijn vrouw, die deden daar performances en ik weet nog dat Danny ondersteboven hing, vastgebonden en daarnaast een zak met de ingewanden van een koe die zijn vrouw dan opensneed met een mes en die ingewanden die vielen dan uit die zak. Maar zijn vrouw deed dat niet snel genoeg en hij hing dan ondersteboven te bewegen. Maar je kunt eigenlijk maar op je kop hangen gedurende 2 of 3 minuten, dat is de limiet. En dan zijn er hersenletsels mogelijk en zo. En ze hebben hem net op tijd kunnen losmaken. Zo, iedereen dacht, het is een performance, dus laat maar gaan. Maar na 3, 4 minuten begon hij echt blauw en geel te zien. En dan hebben we hem net zijn leven kunnen redden. Zo, dat was de pionierstijd. Hè.